Het wordt steeds voller onder het maaiveld. Met de inzet van algoritmen kunnen de diverse bestaande opgaven, zoals de aanleg en het beheer van de ondergrondse infra, en toekomstige opgaven, zoals voor de energietransitie, met elkaar verbonden worden, om zo tot een optimaal ontwerp te komen voor een beoogde inpassing. We hebben onderzocht wat de behoeftes zijn van de koplopergemeente voor het ontwerp van zo'n algoritme. De uitkomsten hiervan en een voorbeeld van hoe een algoritme kan worden ingezet, bespreken we in deze kennissessie. Doe je mee?